Lente, een week voor kerst althans, daar leek het vandaag wel een beetje op. Het was een uitzonderlijk warme dag voor half december. Heel uitzonderlijk. Het was de warmste 17 december ooit. Nou, normaal is het nu een stuk frisser: dan is het uh, zo'n 6 graden. Het oude warmterecord voor 17 december dat komt uit 1989. Toen werd het in de beeld 13,5 graad. Vandaag werd dat record met gemak verbroken: het werd 15,3 graden. Ja, zulke hoge temperaturen in december leiden tot bijzondere tafereelen. Oké, okay, de jas moet aan en de zonnebrand blijft thuis. Maar hier in Horen zitten ze wel een week voor de kerst op het terras. En dit is Wageningen, het speenkruid bloeit. Een soort die normaal gesproken pas in maart verwacht. De piek van de eerste bloei eind maart. En we zitten nu half december. En het is niet de enige. We zien fluitenkruid nog overal weer in bloei komen. Uh, boterbloemetjes, uh, uh, sleedoorn zag ik al in bloei. Prachtige bloemen, heerlijk weer voor een wandeling, maar er zitten ook praktische nadelen aan. De hazelaar staat vol in bloei en uit die katjes komen pollen. En die pollen kunnen hooikoortsklachten veroorzaken voor mensen die gevoelig zijn voor hazelaar. Niet alleen de hazelaar, maar ook de elzen, de hele vroeg bloeiende elzen, die komen er ook al bij. Dus uh, ja, met kersthooikoorts. Dat is een ongemak en misschien dit warme pak ook wel. Maar je hebt incidenten en je hebt blijvende veranderingen. Dat deze sleeddoorn halverwege december al in bloei staat. en dat ik mijn jas net maar heb uitgedaan. dat zijn natuurlijk opmerkelijke uitschieters. Maar het grote nieuws zit toch wel in de structurele verandering. in de Nederlandse natuur. Als de hoge temperaturen doorzetten. dan wordt dit de warmste december ooit. En dat past binnen een trend, zegt weervrouw Amara Ombuka. Wat je ziet, is dat over het algemeen. die temperatuur, die groene lijn. ...heel langzaam omhoog gaat. Dus ja. het wordt zachter. En zelfs de top 7 van de warmste winters heb ik nog meegemaakt. De afgelopen 30 jaar zijn niet voorgekomen. Door die verandering wordt ons land overstelpt door nieuwe soorten dieren en planten. Allemaal warmteminnende soorten die... Vroeger ten zuiden van Nederland zaten, zelfs in de Middellandse Zeegebieden, die komen nu ons land binnen. En dat zie je bij planten, 10% nieuwe plantensoorten erbij. Je ziet bij libellen, de zuidelijke heidelibel, de zuidelijke keizerlibel. Maar je ziet het bij vissen, kreeften, krabben, eigenlijk alle soortgroepen zie je dat gebeuren. Alleen als de winter dan toch toeslaat, dan kunnen planten en dieren er ook aangaan. Nee, niet deze dieren, maar wel deze. Citroenvlinders. We zien ze dit jaar misschien wel met kerst. Maar ondertussen hebben we er jaar op jaar steeds minder.